is Tess van Zalingen. Ik ben modeontwerper en ik woon en werk in Amsterdam. Vandaag zijn we hier in de Nieuwe Kerk op de tentoonstelling Maison Amsterdam. En vandaag ga ik jullie meenemen op de laatste dag van de tentoonstelling door een nieuw narrative tour. Hier zie je de robe à la française. Volgens mij komt dit uit 1760-1780. Het is een historisch stuk, een van de oudste volgens mij die hier tijdens de tentoonstelling opgesteld staat. Hij is tweedelig, dus er zit een rokgedeelte en een overjapon eigenlijk bestaat hij uit. Dit zijn stukken die mij als ontwerper heel erg inspireren. In mijn werk ben ik vooral heel veel bezig met erfgoed en duurzaamheid en natuur. En wat ik heel interessant vind is om historische stukken te onderzoeken en te kijken hoe ik dat weer naar het nu kan brengen. Om een voorbeeld te noemen, hier zitten van die paniers in de zijkanten van de jurk. Om het mooie schoonheidsbeeld van de brede heupen te laten zien. Dat zijn een soort van crinolines en dat zijn dingen, die elementen die je heel veel terugziet in mijn werk. Wat ik leuk vind om mee te experimenteren en om te kijken hoe ze dat vroeger deden en hoe ik dat dan naar nu 2022 kan trekken. Dat is eigenlijk wat ik heel erg leuk vind om mee bezig te zijn. Ben onlangs nog bij het Amsterdam Museum in het depot geweest, wat natuurlijk echt een walhalla is aan historische stukken. Dat is wel waar veel elementen uit mijn werk en zo uit terugkomen. Ik heb de jurk van Karim uitgekozen, de Freedom Dress. Vooral omdat ik hem echt een super inspirerende ontwerper vind en hem heb leren kennen door deze tentoonstelling. Wat ik heel interessant vind aan zijn werk is dat hij heel erg bezig is met het verbinden op sociaal aspect van ambacht en van ontwerpen. En in deze jurk komen eigenlijk drie religieuze achtergronden samen. Hij gelooft heel erg in vrijheid op dat gebied, dat dat allemaal mooi samen kan. Nienke Bloemberg heeft ons ook aan elkaar geïntroduceerd. En wat heel bijzonder is, is dat we eigenlijk heel geïnspireerd zijn geraakt door elkaars werk, wat ik heel leuk vind. Om ontwerpers toch met elkaar te verbinden en te kijken hoe je elkaar ook verder kan helpen. En ik vind de jurk echt gewoon, het straalt ambacht uit. Het heeft heel veel storytelling en het is een heel bijzonder stuk geworden. En hij is een van de stuks die ook aangekocht is door het Amsterdam Museum. Dus dat is ook natuurlijk heel bijzonder dat het in de vaste collectie wordt opgenomen. Het heet de Freedom Dress omdat hij gelooft heel erg in de vrijheid van religie en dat je het samen met elkaar kan doen. Er zit een stuk in van zijn islamitische eigen achtergrond. Zijn Joodse voorouders heeft hij daarin verbonden en hij is vroeger zelfs naar een christelijke school gegaan. Dus hij heeft heel erg het gevoel dat juist die verbinding van de drie religieuze achtergronden heel goed samen kunnen gaan. En dat zie je ook in het stuk terug. Dus er zit een gebedskleed in van de islamitische kant. Er zit een overjas in vanuit het christendom. En er zit ook nog een mooie zwarte jas vanuit het jodendom die erin is verwerkt. En dat maakt het wel, zeg maar, qua hergebruik al heel erg interessant. Maar daarnaast natuurlijk ook gewoon van gelaagdheid in storytelling heel erg mooi. Wat je hier ziet is een stuk dat eigenlijk is gemaakt en door de studenten van het Amsterdam Fashion Institute. Het gaat over digitale mode en ze laten hun visie zien op de toekomst van hoe mode zou kunnen zijn. Wat ik hier heel leuk aan vind en waarom we hier staan is omdat ik natuurlijk zelf amfi-student ben geweest ooit. De minor die zij hebben gevolgd heb ik ook in een ver verleden ooit gevolgd. Dat was niet zo geavanceerd als dat het nu is, maar des te leuker om te zien hoe 10, 12 jaar na dato dat ik dat programma heb gedaan, hoeveel ontwikkeling er eigenlijk zit op het gebied van digitale mode. Het is heel erg inspirerend om te zien hoe studenten een open blik hebben en een heel ander toekomstbeeld hebben over wat mode zou moeten zijn. En ik heb daar zelf ook flink mee geëxperimenteerd de afgelopen tijd. Ik heb zelfs 2 jaar geleden een hele digitale collectie gelanceerd. Die was toen te zien tijdens de Helsinki Fashion Week. En het is, wat mij betreft, is het een tool die wij heel erg nodig gaan hebben in de industrie om daar het duurzame aspect in te verbeteren. Voor mij persoonlijk helpt het heel erg om processen te versimpelen en te versnellen ook. En ik denk dat dat iets is waar we de digitale mode heel goed voor kunnen inzetten voor ook de grote kant van de industrie. En ik vind het heel tof om te zien dat er studenten natuurlijk zijn betrokken bij deze tentoonstelling. Ik geloof heel erg in dat zij toch een nieuwe laag en een nieuwe visie brengen in het modelandschap zoals we het kennen. Dus ik ben ook wel een beetje trots dat dan hier mijn academie ook, mijn oud-academie hier gepresenteerd is eigenlijk.
Ja, wat is een digitale collectie? Ik denk dat het heel moeilijk is uit te drukken en het voelt ook nog een beetje vervreemdend. Maar het is eigenlijk mode die wordt ontwikkeld in de computer, virtueel, en niet in het echt bestaat. Er wordt daar heel erg veel mee geëxperimenteerd en gekeken hoe dat dan in het echte leven zijn positie zou innemen. En daar zit nog heel veel ontwikkeling in. Dus het wordt voornamelijk nu heel erg ingezet als praktische tool. Maar ja, dus werd ook afgesloten in de tekst volgens mij iets over van, nou ja, misschien over zoveel jaar zit je wel in een meeting met een digitale couture sweater. Nou ja, daar kan je je bijna geen voorstelling voor maken. Maar het is wel heel leuk om daarover na te denken over waar mode heen kan gaan. Het duurzame aspect aan digitale mode kan voornamelijk zijn als het als tool wordt ingezet. Dus om het even heel praktisch te maken, ik ontwerp mijn collectie eerst in de computer, waardoor ik geen samples heb, ik heb geen snijafval, ik heb geen modellen nodig, ik heb geen stoffen nodig, ik heb helemaal niks nodig, alleen mijn computerscherm. Waardoor ik dat hele maakproces kan digitaliseren voordat ik het in het echt ga maken. Dus alle verbeteringen en zo, die pas ik eigenlijk al toe digitaal. En heb ik eigenlijk in één keer een perfect item als ik hem in het echt ga maken. Ik vond eigenlijk dat als denimstad en denimland het een soort van logisch om hier wel even bij stil te staan. Ik heb ook niet specifiek één stuk uitgekozen, maar echt de denim area eigenlijk die hier gepresenteerd is. Van heel veel verschillende ontwerpers staat hier werk. Uiteraard van G-Star, maar ook van Sophie Hardeman, Majid Karoug. Allemaal hele toffe ontwerpers die bezig zijn met denim. Wat ik zo bijzonder vind en wat hier tentoongesteld staat, is dat het eigenlijk allemaal laat zien hoe innovatief denim kan zijn. Ze zijn heel erg in beweging altijd op zoek naar innovatieve en duurzame oplossingen. Er wordt heel veel upcycling gedaan en er worden vaak onverwachte combinaties gemaakt. Wat ik eigenlijk het allertofste stuk vind is de G-Star, hele grote tutu die is gemaakt van een doorsnede van 3 meter. Die hebben ze gemaakt in samenwerking met het Nationaal Opera en Ballet voor de 1,5 meter samenleving. Wat ik daar zo bijzonder aan vind is dat je zou in de eerste kern misschien niet zo verwachten dat denim met een balletorganisatie zou gaan samenwerken. Maar juist daarin vind ik het heel erg bijzonder dat ze zoiets hebben gemaakt wat heel erg innovatief en nieuw is. En ja, dat is wel denk ik waar deze plek van denim eigenlijk voor staat. Om te laten zien dat onverwachte combinaties tot innovatie eigenlijk leidt. En dat vind ik gewoon tof om te zien dat een denim, zo'n oud product, nog steeds zo in beweging is in de maatschappij als waar wij nu in leven. Upcycling is iets waarin je afval natuurlijk een wat niet meer gebruikt kan worden, op een manier kan worden vervaardigd of worden ingezet, waardoor het weer meedoet eigenlijk in de cirkel van fashion. Dus je gaat echt van iets wat niks meer is naar iets wat er weer toe doet. Er zitten ook stukken in waarin je dat kan zien, dat er met oud denim wat niet meer gebruikt kan worden. Of kapotte jeans, hoe dat weer een nieuw leven kan leiden eigenlijk. En dat is wel iets wat tof is om te zien hier bij deze stukken. Duurzaamheid is heel belangrijk. Ik denk ook dat we er als modelandschap niet meer aan moeten ontkomen. En dat het ten alle tijde een onderwerp moet zijn waar je mee bezig bent. En ik probeer dat vooral heel erg te linken aan technieken en ambachtsvormen van vroeger, die naar mijn mening in de kern duurzaam zijn opgebouwd. En dat vind ik heel erg inspirerend om te delen op een nieuwe manier, hoe duurzaamheid via ambacht eigenlijk nog steeds een rol kan spelen in mode. Hoe ik hier terecht ben gekomen is eigenlijk doordat een van de thema's natuurlijk vrijheid is. Deze collectie waar dit stuk uitkomt is gemaakt tijdens de lockdown, de eerste lockdown die we toen hadden. En toen heb ik een collectie gemaakt die alleen maar bestaat uit stukken die ik nog had in mijn atelier. Toen heb ik een studie gedaan naar patchwork, naar de bevrijdingsrokken. Hoe in die tijd daar gelijkenissen eigenlijk in zitten van hoe je met afval, wat je ook over hebt, hoe je dan nog iets heel moois kan maken. Toen ben ik volledig de patchwork techniek ingedoken. De collectie waar dit item uitkomt heet ook Patchwork 2020. Hij komt uit 2020. Wat ik met deze look eigenlijk wil zeggen is dat wat je ook hebt, dat je daar iets heel moois mee kan maken.
En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Het bestaat uit een crinoline. Waar je ook natuurlijk wel weer een linkje kan naar maken naar het eerste stuk eigenlijk van die hele grote heupen eigenlijk van de robe à la française. Er zit een schort overheen die ik asymmetrisch heb gemaakt met een corsetje aan de binnenkant. En daar overheen zit nog een jasje met een grote pofmouw eigenlijk. Dit is eigenlijk heel veel afval uit mijn eigen atelier. Ik verzamel heel veel trouwjurken. Dat is een beetje een tik van mij misschien. En er zitten heel veel ook stoffen en materialen in uit mijn voorgaande collecties. Dus als je goed kijkt, zit er een bepaald kantsoort in wat uit mijn collectie van 2016 komt. Maar er zitten ook oude kantstukken in vanuit mijn oma's collectie van kanten kleedjes. Dus het is heel divers, maar ik heb echt gekeken naar hoe ik al deze stukken toch in een bepaalde synergie kan krijgen, waardoor het een heel mooi nieuw materiaal eigenlijk werd. En ja, dat heb ik toch wel een beetje goed afgekeken van de bevrijdingsrokken natuurlijk die wij kennen uit ons eigen erfgoed. En dat is wel heel erg, was een heel bijzonder proces om dat te doen tijdens de lockdown. Bevrijdingsrokken, dat zijn rokken die zijn gemaakt op bevrijdingsdag toen wij bevrijd werden van de Tweede Wereldoorlog. Door vrouwen die hebben met allerlei verschillende stukjes stof een rok gemaakt met de patchwork techniek. Om te laten zien en te vieren dat zij bevrijd zijn met een hele mooie kleurrijke rok eigenlijk. Ja, ik werd gebeld door Nienke Bloemberg, de curator, of ik onderdeel hiervan wilde zijn. Nou, ik was natuurlijk vereerd dat ik als modeontwerper hier mijn werk mocht presenteren in deze grote modetentoonstelling. Eigenlijk was het voor mij vrij duidelijk dat ik dit stuk hier wilde presenteren. Vooral omdat het heel duidelijk laat zien over patchwork en een mooie verbintenis heeft naar bevrijding, het vieren van vrijheid. En uiteindelijk is het heel bijzonder dat het Amsterdam Museum het stuk heeft aangekocht voor in hun vaste collectie. Dus vandaag is de laatste dag dat je het kan zien, maar daarna gaat het naar het depot. En wie weet komt het dan weer in een andere vorm, in een nieuwe tentoonstelling, wordt het weer gepresenteerd.